Goedendag, welkom in de reportage Bijna Doodservaringen. We beginnen met Pim van Lommel, dat is een cardioloog, een wetenschapper, heeft een studie van zowat meer dan 20 jaar opzitten naar onderzoeken van Bijna Doodservaringen. Pim is dan ook geen onbekende in dit onderzoek en is wereldwijd bekend op studie over Bijna Doodservaringen. Wat is eigenlijk een Bijna Doodservaringen? Het hart valt stil, we krijgen een flatline, sommige mensen krijgen een tunnel te zien naar het einde, een licht. Ze zien overledende personen. Ook kunnen bijna doodservaringen verkregen worden zonder het hartstilstand. Andere aandoeningen of zelfs uitredingen zonder ziek te zijn. We hebben de vraag gesteld aan Pim van Lommel. Wat is eigenlijk een bijna doodervaring? Pim van Lommel legt dat u heel mooi uit. Hartelijk dank dat we mogen komen voor het gesprek, voor een interview. Zou je in leken woorden willen uitleggen wat een bijna doodservaring is, voor mensen die dat eigenlijk nog niet kennen? Ja. Het is gelukkig wel wat meer bekend tegenwoordig dan vroeger, dan 25 jaar geleden. Het was altijd een groot taboe. Maar ik noem een bijna doodervaring de gemelde herinnering aan een bijzonder bewuste toestand. Ja. Een helder bewuste toestand die kan optreden tijdens kritische medische situaties, bijvoorbeeld hartstilstand, bij de verdrinking of shock door bloedverlies bij bevalling. Coma door verkeersongelukken, maar ook bij ernstige depressies of zonder duidelijke oorzaak. En die ervaringen hebben universele elementen in zich, zoals een uittreding of een tunnelervaring op het licht of het ontmoeten van overleden personen of een levensterugblik. Ja. En de ervaringen worden in de hele wereld, in alle tijden, in alle culturen genoemd. Ja. Het is een beetje zoals wij zeggen. Ja, dan gaat het dood, maar eigenlijk gaat het niet dood. Als je in zo'n medische een hartstilstand hebt, gewone mens denkt, je gaat dood, het lichaam sterft, maar blijkbaar is er iets dat niet sterft. Nee, in principe, het onderzoek dat wij hebben gedaan is bij mensen met een hartstilstand. Ja. En als het hart stopt, dan kan je de eerste 5 tot 10 minuten nog succesvol reanimeren, kan je de mensen terugbrengen. Ja. Dat is dus, het is wel het begin van de stervensfase. Ja. Maar als je ze succesvol hebt gereanimeerd, zijn ze weer teruggekomen. Ze zijn niet echt definitief dood geweest. Ja. De term, zoals Raymond Moody is bedacht in 1975, was near death experience. En het is in het Nederlands vertaald tot bijna doodervaring. Ik zeg altijd, nabij de doodervaring zou het beter zijn geweest. Nou, ja. Het is nabij de dood, je bent niet bijna dood. Ja. Het is nabij de dood. Maar de term is zo ingeburgerd dat ik maar bijna doodervaring blijf zeggen. Ja. Maar je hoeft dus ook niet nabij de dood te zijn om dit soort ervaringen te hebben. Maar uit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om juist mensen met een hartstilstand te onderzoeken. Omdat je dan weet dat de hersenen ook zijn uitgevallen. Ja, en dat is het verwonderlijke. De hersenen vallen uit. Ja. En toch is er een bewustzijn dat zelfs echter aanvoelt. Ja. Ja. Dan wanneer ze terug waren. Precies, het is de paradox. Dat als de hersenfuncties uitgevallen, en er zijn voldoende studies geweest die we kunnen aantonen dat de hersenfunctie bij een hartstilstand is uitgevallen. En als je het interessant vindt, kan ik daarop terugkomen. Dus volgens het huidige idee, de nooit bewezen hypothese dat het bewustzijn een product is van de hersenen, moet je opnieuw ter discussie stellen. Ja. Want men denkt nu dat het bewustzijn een product is van de hersenfunctie. Ja. Dat betekent dat als de hersenfunctie uitvalt, zou je nooit bewustzijn kunnen ervaren. Ja. Laat staan een helderder bewustzijn dan je ooit hebt gehad. Ja, absoluut. Dus dat is de paradox. Ja. Heb je de indruk dat de wetenschap daar toch antwoorden op geeft, van hoe dat het kan? Nou ja, ik denk dat is een van de dingen waar ik ook de laatste 25 jaar mee bezig ben geweest, maar ik ben natuurlijk niet de enige en niet de eerste. Het is in de hele mensgeschiedenis ook al het idee geweest dat het bewustzijn los van de hersenen kan zijn. Ik bedoel, Plato had het idee al aan. En als je de oude geschriften, de Upanishads van de Hindoes of de Boeddhisten leest, en ook wat wij de primitieve volken noemen, indigenous people, hebben ook altijd het idee gehad dat het lichaam maar een tijdelijk iets is. Hè? Ja. Dus Plato heeft ook gezegd, het lichaam is de tijdelijke drager van de ziel die blijft, zei Plato al 2500 jaar geleden. Hè? Dus het is helemaal niet nieuw. En 100 jaar geleden had je William James, psycholoog-psychiater uit Amerika, die zei dat de hersenen een vermiddelende functie hadden. Dus die maakten het mogelijk om een bewustzijn te ervaren, maar geen producent. En Henri Bergson, filosoof, heeft het gezegd.
Terwijl er soldaten. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen het nieuwe is nu dat we, doordat je steeds meer mensen hebt die een hartstilstand hebben overleefd door een betere reanimatietechniek, want we vergeten wel eens dat 45 jaar geleden de mensen allemaal nog dood gingen. De eerste hartbewakersafdeling waren in 67. Daarvoor ging iedereen dood. Want de moderne reanimatietechniek met de stroomstoot, defibrillatie en uitwendige hartmassage was niet mogelijk. Ja. Dus sindsdien hebben we veel meer mensen die een hartstilstand hebben overleefd. Dan hebben we steeds meer kansen op mensen met hersenschade, met coma, die het overleven. En veel meer kansen om in aanraking te komen met mensen die zo'n bijzondere ervaring kunnen hebben gehad. En dan wordt opnieuw de vraag gesteld, hoe kan het? Ja. Het volgende verhaal is over Magdalena. Ze heeft een bijna doodservaring gehad toen er moest gekozen worden voor haar of haar baby. Haar man toen koos voor haar. Ook zij heeft een bijna doodservaring gehad en ze vertelt daar meer over. Graag wilde ik beginnen over de bevalling. Van wanneer had u eigenlijk voor het eerst het gevoel dat er iets niet goed was tijdens de zwangerschap? Ik vermoed dat dat rond mijn 3 maanden was. 3, 4 maanden. En bij het vorige kind, Benjamin, is er door dokter Lievis in Leuven een controle geweest. En ik had een raar gevoel en vandaar dat ik vroeg aan de gynaecoloog die ik op dat moment had, van wil u de foto's doorsturen naar Leuven? Omdat ik een enorm vertrouwen had in dokter Lievis. Die gynaecoloog bij later consult meldde mij dat alles in orde was, dat de foto's doorgestuurd waren. Later heb ik geconstateerd dat er helemaal niks doorgestuurd was en dat hij op eigen initiatief echo's bleef maken om op die manier eigenlijk zijn vakkennis te kunnen activeren, hè, versterken. En op 9 maanden, op het moment dat ik moest gaan bevallen, is er geconstateerd geworden dat de kleine een waterhoofdje had. Het was allemaal veel te vlug, dus tussen het constateren en de bevalling was er geen tijd meer. Dus men heeft eigenlijk het moeten kiezen tussen mij en de kleine. Er is gekozen voor mij door mijn ex-echtgenoot en ze hebben het hoofdje van de kleine moeten doorprikken. Op dat moment eigenlijk, onder de narcose, is er wat fout gegaan, dat juist heb ik nooit niet nagevraagd. En heb ik een bijna doodservaring gekregen. Wilt u daar iets meer over vertellen, wat er precies gebeurde? Graag. Ik vind ook iets heel belangrijk, dat meerdere mensen dat weten. Omdat er voor mij echt iets is van, hier is meer, er is meer. En dat is wonderbaarlijk mooi. Dus het eerste wat ik merkte was dat ik boven mijn lichaam zweefde. Mijn lichaam zeg ik, maar dat merkte eerst niet. Dus je ziet daar een lichaam liggen en je denkt, tja. En dan, oh ja, dat is mijn lichaam. Dus dan begint echt je frank te vallen. Dan ben ik dus wel degelijk. Dus je ziet dat ze eraan bezig zijn. En dat is oké. Ik heb daar geen akelig gevoel mee. Dat is gewoon een constateren. Dan zou ik zeggen, ik draaide om. Maar dat is ook niet een gevoel van omdraaien. Dus, en je wordt door in een enorme snelheid, dat geen snelheid is, door een helder lichttunnel getrokken, maar het is ook niet trekken, dus het is heel moeilijk. Je kunt het vergelijken met onder water zijn, met een snelheid en toch een vrijheid, een totale vrijheid. En dan kwam ik aan een enorm schoon helder licht, waar eigenlijk alle kleuren waren. En liefde, maar liefde zo intens, dat je een kind op aarde. En op hetzelfde tijdstip weet je alles. Ik wist dus alles. Ik wist exact hoe dat de wereld in elkaar zat. Ik wist waarom dat ik op aarde was. Dus alles, maar je weet gewoon alles. Je zegt zo, ja, it takes your breath away. Het is echt zo wonderbaarlijk mooi. En ik heb ene zin gedacht, zo van, dit moet ik de wereld vertellen. En met dat ik dacht van, ik moet dit vertellen, dan ben ik eigenlijk direct terug de aarde ingekomen. Dus je zit terug, dat was mijn sleutel blijkbaar voor terug naar de aarde te gaan. Dus ik heb dat wel degelijk zelf gekozen. Het is niet dat er hierboven iemand staat die zegt, nu moet jij dit of dat nog gaan volbrengen. Nee, dat is een keuze vanuit jezelf.
Dus voor mij, je kunt dat niet beschrijven. Dat is iets, ja, machtigs. Echt machtigs. En het is er voor iedereen. En het is kort, hè. En toen u weer terug zeg maar in uw lichaam terug was, hoe kwam de omgeving voor u over? Ik herinner me dat ik mijn ogen opende. Het eerste wat ik wou doen, was dus de wereld verkondigen hoe dat in elkaar zat. En de enigste zin die dat ik eigenlijk kon uitbrengen was, het is zo simpel. Maar ik kreeg niet meer. Ik kon niet meer zeggen, het zit zo of zo of zo in elkaar. Nu, als ik vertelde aan vrienden of aan mijn ex-man van, ik heb dat ervaren, dat was, ja, jij bent wel gek. Dus dat was echt zo van, dat werd niet aanvaard. Nu had ik wel het voordeel dat op dat moment er een professor in het UZ ervoor geïnteresseerd was. Daar ben ik wel eens naartoe geweest. Maar eigenlijk was dat, ik moet dat niet herhalen, ik moet dat ook niet bevestigen, ik weet dat het is. En ik heb ook nooit meer boeken beginnen openslagen van, is er leven na de dood? Dus nee, ik weet dat gewoon dat dat er is. Dus die zoektocht heb ik niet gedaan. Wel, wat is er simpel? Die zoektocht heb ik wel gestart eigenlijk. Je begrijpt dus, ja, dat heeft eigenlijk uw kijk ook op het leven veranderd. Ja, enorm. Dus het materiële interesseerde mij niet meer. Lege gesprekken hoefden niet meer. Dus je weet dat er meer is, je weet dat er dieper is, je weet dat er onvoorwaardelijke liefde is. En daar ga je naar op zoek. Dus je begint te zoeken naar die volheid, die intentie, die schoonheid. Dat was eigenlijk mijn zoektocht, ja. Het enige wat een beetje moeilijk is, dat de menselijke liefde en de goddelijke liefde, of de universele liefde, of de onvoorwaardelijke liefde, dat was voor mij heel moeilijk, voor dan die menselijke liefde. Dat is een enorm verschil. Dus het woordje liefde is voor mij zeer beperkt op aards gebied. Dus ik streef naar dat onvoorwaardelijke, ja. Ja, het is ook moeilijk dan om, als andere mensen het niet ervaren hebben, om het te kunnen delen, om precies het onder woorden te brengen. Ja, dat is moeilijk. Men begrijpt dat ook niet. En ik versta dat ook. Ik versta dat het moeilijk is voor andere mensen om daar geloof in te hechten. Omdat dat ook maar een sluier is. Je zegt in uren weg. En toch kun je uren spreken over dat wat je ervaren hebt. En het heeft misschien... 4 minuten geduurd, 3 minuten, een seconde. Ik heb geen idee hoe lang dat geduurd heeft. Dus ja, ik begrijp dat dat heel moeilijk is. Heeft u ook iets meegekregen dat op het moment wat er nog met uw lichaam gebeurde, nadat u uit het lichaam was, of iets gezien in de omgeving? Vooral dat gevoel en dat wit licht, die warmte, die intensiteit. Maar voor mij vooral die onvoorwaardelijke liefde, dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. Je bent alles en je bent niks. Dus je bent precies het universum en tegelijkertijd ben je niet in de fysieke vorm aanwezig. Dus ja, het is heel moeilijk het uit te leggen. Ze hebben al zeggen, hoe kan je aan iemand gaan uitleggen hoe een appel proeft, als ze nog een appel gegeten heeft. Dus dat kan je wel proberen, maar dat kan je niet uitleggen. Dat is een ervaring. Nu geloof ik aan de andere kant wel, doordat ik het ervaren heb, dat de nodige energie die ik bezit, door mijn ervaring, dat ik onbewust dat stuk wel naar angstige mensen kan overbrengen. Dus dat je voor een gedeelte wel die angst kunt weghalen, omdat die overtuiging die ik erover heb, dat kan niet anders dan mensen dat voelen, dat die beseffen dat er meer is. En ik ben ook niet uniek. Er zijn er meerdere die het ervaren hebben. Dus, en wij spreken eigenlijk allemaal over ongeveer hetzelfde. Toeval? Mensen veranderen door bijna-doodservaring. Mensen die een bijna-doodservaring hebben gehad, veranderen in hun denken en doen. Maar ook staan ze meestal alleen voor. En krijgen ze onbegrip. Pim van Lommel legt dit uit.
Zeg, ik dacht dat je ook gezegd had dat mensen die zoiets meemaken, dat die veranderen. Die transformatie wordt genoemd, hè? Ja, maar die zijn precies niet meer helemaal dezelfde daarvoor als daarachter. Ze veranderen volledig. Dat, wat wij in Nederland hebben gedaan, dus met een studie hebben we in 88 zijn we gestart met een prospectieve studie in Nederland bij in totaal 344 patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. En daar bleek 18% van de mensen die bijna doodvaart hebben gehad. Ja. En wat we vonden dat er geen verklaring was waarom die mensen zo'n ervaring hadden. Dus zuurstoftekort of doodsangst of gebruik van medicijnen konden allemaal uitsluiten als oorzaak. Ja. Men dacht altijd vroeger, het zuurstoftekort in de hersenen of het is bijwerking medicijnen, het zijn hallucinaties. Dat konden we allemaal uitsluiten. Ja. Maar een ander onderdeel van de studie was dat we naar een lange termijn studie hebben gedaan. Met interviews na 2 en 8 jaar. Bij alle patiënten die een bijna doodervaring hadden gehad en nog aan leven waren. En een gematchte controlegroep van mensen die ook de hartstilstand hadden overleefd, maar geen herinnering hadden. Om te kijken of de veranderingsprocessen waar je dus over hoort van die mensen, of dat gevolg was van de hartstilstand of van de bijna doodervaring. Ook dat was toch nooit op die manier onderzocht. Je kan ook voorstellen dat je verandert door het feit dat je bijna doodervaring, dat je een hartstilstand overleeft. Ja, absoluut. En toen vonden we dat dus de mensen met een bijna doodervaring statistisch significant andere verandering hadden dan de mensen zonder bijna doodervaring. En het belangrijkste is, ze hebben geen angst meer voor de dood. Want ze zijn dood, bleek niet dood te zijn. Dat is niet niks, hè? Nee, dus, en ze hebben dus ook een ander inzicht in wat belangrijk is in het leven. Het is een levensinzicht ervaring. Ja. Waar gaat het om in het leven? Wat is belangrijk in het leven? Dat is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Allereerst naar jezelf. Ja. Begin maar jezelf te accepteren met je schaduwkanten. Dat is lastig genoeg. Ja. En dan naar de ander. En dan naar de natuur. Omdat ze in die ervaring die ze hebben gehad een volledige eenheid hebben ervaren met alles en iedereen. Dus die eenheid met het hele universum. Als ze terugkomen hebben ze die eenheid ook nog steeds. Ze voelen zich verbonden met andere mensen. Met de natuur, naar de bedreigde aarde. En dat derde aspect waardoor ze dat voelen is die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. De mensen hebben na zo'n bijna doodervaring, zijn ze verhoogde intuïtief gevoelig. Ze voelen andere mensen aan, ze voelen wat mensen denken. Ze hebben soms toekomstbeelden. En het is uitermate verwarrend voor ze, omdat ze dat niet gewend zijn. Ja, ik wou juist vragen, heb je de indruk dat die mensen blijer worden, gelukkiger worden? Nee hoor. Het allereerst, als je zo'n ervaring hebt gehad, je probeert over te praten met artsen of verpleging of familieleden, wordt de ervaring afgewezen. Wat een onzin. Dat jammer. Denk je maar, het is een droom geweest, het waren de medicijnen, het gaat wel over, heb je een spuitje. Dus het grootste probleem is al dat ze een ervaring hebben gehad die de meest indrukwekkende ervaring is geweest van hun hele leven. Maar ze kunnen er niet over praten. Dat ontkent. Ze twijfelen zelf aan die ervaring ook al. Ze denken dat ze de enige zijn, of ze denken dat ze gek zijn geworden. Ze denken, en niemand wil luisteren. Ze voelen zich ook anders. En ook die verhoogde intuïtieve gevoeligheid is opgetreden. 80% van de artsen wijst die ervaring af. Familieleden ook. Grote mensen raken heel veel in echtscheiding. Omdat ze zeggen, het is niet meer de partner met wie ik getrouwd was. Want het, is niet meer, het gaat niet meer om een grote auto, een groot huis, of een jong lijf, of veel geld. Maar het gaat om heel andere dingen. Dus ze veranderen. Dus het is een heel andere persoon. Dus het is allereerst een trauma. Dus ze kunnen er niet over praten, ze worden depressief, eenzaam, heimweegevoelens naar de ervaring. En die eenzaamheid komt ook voort, omdat als ze buiten komen of in openbaar vervoer of in een winkel, krijgen ze allemaal informatie binnen van andere mensen waar ze heel onrustig van worden. Dus het is een trauma en het duurt heel lang voordat je de ervaring zelf kan accepteren. En je hebt eerst acceptatie voordat je het kan integreren. Dat betekent dat je kan gaan leven naar je nieuwe inzicht. Zeg, en waarom heeft dat tijd nodig om te accepteren dat je zoiets moois hebt meegemaakt? Omdat die ervaring niet past in ons wereldbeeld. We hebben nooit geleerd dat het mogelijk is dat dit soort ervaringen bestaan. Ik ken artsen die zeiden, wat ik nu heb meegemaakt, heb ik altijd gezegd, is onmogelijk. En als je dan over probeert te praten, wordt het afgewezen. Dus deze hele bijzondere, de meest indringende ervaring die je ooit hebt gehad, en die vaak heel positief is, wordt niet geaccepteerd door je omgeving en ook niet door jezelf aanvankelijk. Want dat past niet
in wat er hebben gebeurd. En dat zou dan bijna een contradictie gemaakt, het meest liefdevolle mee. Ja. En langs de andere kant kom je terecht in afwijzing, in eenzaamheid. Ja, ja. Wij hebben nog steeds, de westerse wereld is een materialistisch denkende wereld. Ja. En dat betekent in onze wereld, in onze opvoeding, ook de universitaire wereld, ook naar de wetenschappen, kan deze ervaring niet bestaan. Ja. Want dan wordt ons hele wereldbeeld en mensweer wordt op zijn kop gezet. Ja. Want als het bewustzijn nog steeds ervaren kan worden, een heldere bewustzijn dan ooit, als de hersenfuncties uitgevallen, dan moeten we een heel ander idee krijgen over wie wij zijn als mens tijdens ons leven, hoe het zit tussen de relatie tussen hersenen en bewustzijn. Ja. Dus het haalt zoveel, dat de dood blijkbaar niet bestaat. Het haalt zoveel onderuit, dat de eerste reactie is, het wordt niet geaccepteerd. Ik ken het van mezelf, ik was ook terughoudend om het te geloven, maar bij mij was het, bij mij is het begonnen met wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Ja. Ik had geleerd dat het niet kon, maar ik hoorde van mensen dat het wel gebeurde. Ja. Dus bij mij was niet de vraag, het kan niet, maar de vraag was, hoe kan het? Ja. En daarvoor hebben we dat onderzoek gedaan, wat uiteindelijk dus in de Lancet is gepubliceerd in 2001. En dat gaf een wereldwijde wel bijna, want het stond op de voorpagina's van alle kranten, dat we aantonen dat er een helder bewustzijn mogelijk is als dat hart niet meer functioneert en ergens niet meer functioneert. Ludo heeft een negatieve bijna doodservaring gehad. Niet altijd hebben mensen een positieve ervaring gehad. Ook zijn er die een negatieve bijna doodservaring krijgen. Die een hel ervaring krijgen. We spraken met Ludo over zijn ervaring. Hoe lang is het geleden dat u dat heeft meegemaakt? Ik denk ongeveer nu 57, 11 jaar ongeveer dat het geleden is. Maar ik heb wel 2 negatieve bijna doodervaringen meegemaakt, dus niet de positieve. Mag ik vragen wat u daarbij ervaren heeft? Ja, eigenlijk waren, hoe moet ik dat zeggen, toestanden die ik ergens mijn grootste vijand, wat jij niet mag zeggen, zou toewensen. Omdat het eigenlijk, het is me bijgebleven op die moment, lange tijd, maar het is ook weggegaan terug. Omdat het eigenlijk beangstigend was en dan ook omdat het 2 keer 6 uren geduurd heeft. Dus hoe moet ik dat zeggen? Heel beangstigende dingen van de tijd die hoe moet ik dat zeggen? Heel traag liep of sneller ging. Heel onaangename lichamelijke gewaarwordingen, maar ook geestelijke, dus ook bij de psyche van het hoofd of de hersenen. En ik ben er wel uitgekomen, maar ik heb nooit geen medische vaststellingen ook laten doen en ook geen dokter of zoiets laten komen. Voor mij was het eigenlijk gewoon van drop of eronder. Dus ofwel haalde ik het, ofwel niet. En ze zijn dan ook nog met een verloop van een week geweest. Dus juist een week, dus zondags kreeg ik dat en de volgende week erop zondags, identiek hetzelfde scenario. Dus of het zich nog eens moest herhalen en toen wist ik het. En toen ben ik erachter gekomen, want ja, dat zijn 2 bijna doodervaringen geweest. Hè. Wat heeft dat met u gedaan? Ja, dat heeft eigenlijk mijn hele leven ondersteboven gegooid. Dus wat is er allemaal gebeurd? Dus ik heb een ander verruimd bewustzijn gekregen. Maar ook kwestie het materiële, dus dat interesseert me allemaal niet meer. Het financiële, je hebt nog juist nodig wat je moet hebben. Machtstatus, bezit, dat interesseert, die moeten we niet meer hebben. Dus ik ga er allemaal gewoon vlotjes over, zal ik maar zeggen, hè. Plus, je krijgt een heel andere visie op leven en zelf. En wat ga je zeggen? We gaan hier ten volle uitleven. Dus niet meer voorgeprogrammeerd, zo van, hoe moet het hier allemaal? Je moet het hier maken, een huisje, tuintje, boompje, een carrière. Ja, nee, ik zeg gewoon zo wat, hè. Pluk de dag, hè. Carpe diem, hè. Meer kan ik niet meer zeggen. En hoe reageert uw omgeving daarop? Dat wordt niet in dank afgenomen. Dus dat weet ik ook. Bij de meesten niet. Sommigen wel, die zijn er eigenlijk happy over. Die zeggen van kijk, het is een echte springend veld. Dus een leef uit. Hè. Iemand die mensen kan entertainen of voor ambiance brengen in de hele zaak. En het is eigenlijk zo.
Maar dus die mensen die daar eigenlijk zeggen van kijk, ik heb er liever niet mee te doen. Dat is, ik vind dat altijd zijn mensen die in de materie leven. Dus ook in de status en het financiële. Dus die klampen hun door krampachtig aan vast aan die dingen, omdat die ook angst hebben voor verandering. Maar je kunt die er ook niet uithalen, dus dat doe ik ook niet. Ik laat iedere mens zijn waarde en zijn wijsheid, dus wat hem al verworven heeft, hier op aarde, als hem al heeft. En is dat niet, ja, dan moet je gewoon maar leven like dat ze denken, dat zij hun goed voelen. Hè. Dus ik doe er niks aan. Ik begrijp niet in iemands bestaan. Dus ik begrijp ook dat u mensen kwijt bent geraakt en ook nieuwe mensen hebt leren kennen? Ja. Dus ik heb een hele verschuiving gezien. Dus van mensen dus die gebroken hebben bij mij. Maar dat is ook voor elke deur die toegaat, gaat er ook een andere open. Dus je hebt ook nieuwe mensen leren kennen. Dus die je op een hoger plan brengen. Ook van kwestie bewustzijn en alles. Dat je zegt gewoon wauw. Dus wat je nooit voor mogelijk had gehouden. Dus over 11 jaar terug. Is dan toch bewaardheid geworden. Of mogelijk noem je dat. Dus het is er. En bij mij is wat is, is. Dus daar kun je geen doekjes op doen. Ja. Ook keuze qua werk destijds ook heel andere keuzes gaan maken? Of qua hobby's? Hobby's. Vooral ook het spirituele. Dus ben ik nu dagelijks mee bezig. Dat ik vroeger zei, dus voor mijn bijna doodervaring. Ik kan er niet in komen. Ik kan geen boeken lezen over het spirituele. Kwestie ook het paranormale. Zoals van, kijk, zou ik er ooit tot ontwikkeling komen? Nooit geen idee gehad. Tot bijna die bijna doodervaring. En dan een paar jaar daarna. Toen is dat eigenlijk de kop beginnen op te steken. Van, ga nu verder. Kwestie werk heb ik het gewoon moeten opgeven. Ook maar bewust door gezondheidsredenen. Dus mijn rug kon dan niet langer trekken. Fysiek, maar ook psychisch ben ik nogal redelijk gekraakt geweest in mijn carrière. Dus veel verschillende malen. En ergens had mijn innerlijke stem ook gezegd van kijk Ludo, stop ermee of je gaat ermee stoppen. Het zal niet meer lang duren. En toen hebben ze mij ook op vervroegd pensioen gezet. Dus juist zoals ik het voorzien had of gehoord had, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk is alles in zijn lijnen gevallen. Zoals het zou moeten zijn of geweest is, nee. En nu sta ik dus op de markt als bijberoep. Hè. Dus dat gaat dan wel, maar dan is dat allemaal maar rustig aan. Hè. Wilt u nog een boodschap meegeven aan de mensen? Voor iedereen zou ik zeggen, leef je leven ten volle uit. Dus jaag niet allemaal dat materialisme, dus zeker vooral dat luxueuze materialisme... De status of de macht niet achterna. Waarom? Alles en iedereen is hier vergankelijk. Dus dan moet je bestilstaan. Er zijn ook veel mensen, dus niet voor dit of dat. Dus ja, ik huur ook maar. Ik zal dat mijn heel leven lang moeten doen. Hè, door omstandigheden van vroeger. Maar of je nu sterft hè, met de baksteen in de maag, zeg ik dikwijls. Of je hebt hier geleefd met de baksteen zonder op de maag. Hè. Ja, we hebben alle twee geleefd, snap je dat? En geen van beiden neemt iets mee, hè. We sterven alle twee even arm, zeg ik altijd. So what? Hè? Dat is mooi gezegd. Dan wil ik u ook bedanken voor het interview. U ook. Merci. Uit onderzoek bij ratten bleek dat er een sterke piek in de hersenactiviteit was na de dood van de ratten. Deze toename... Hersengolven verklaart mogelijk waarom mensen na een bijna doodservaring vaak verklaren dat ze levende beelden hebben gezien, zoals herinneringen die voorbijflitsen, zowel een sterk wit licht. We legden deze vraag voor aan Pim van Lommel, die daarop een gepast antwoord gaf. Nee, er is een recent artikel geweest waarbij ze 9 ratten een hartstilstand hebben bezorgd met een EEG-registratie. Bij een rat is het maar 4 elektroden. En dan zagen ze dat... Na 30 seconden was het EEG flatline, rechte lijn, maar daarvoor was een soort synchrone activiteit van een gammagolf. En toen zeiden ze, nou hebben we aangetoond op basis waarvan die bijna doodervaring kan plaatsvinden. Ja. Ze verwijzen in dat artikel, ten eerste weten we niet wat een rat beleeft. Mm-hmm. Een rat kan niet vertellen wat hij heeft meegemaakt. Het is alleen de activiteit mee. Dus ze verwijzen volstrekt niet naar de literatuur die bestaat over...
induced een gereduceerde hartstilstand bij patiënten. Mm-hmm. Dus in mijn verwijzingen. En dan weten we dat er zijn activiteiten in de hersenen als het hart stopt. Maar dat is afwijkende, afnemende activiteit. Met ook wat veranderingen in de gamma en spectrum. En dan gebeurt 15 tot 25 seconden is er een rechterlijn bij mensen ook. Mm-hmm. Dus het is niet zoveel anders bij mensen en bij ratten. Bij mensen kan je het wel navragen, bij ratten niet. Ja. En bij wat we weten, dat met name door de uitredingservaringen, met controleerbare waarneming tijdens die uitreding, dus dat mensen die thuis kunnen vertellen over hun reanimatie vanuit de positie buiten boven hun lichaam. In ons eigen boek, in de Wandstatistieken, staat het verhaal van het kunstgebied. Iemand die een hartstilstand had op straat en werd gereanimeerd, maar onvoldoende door voorbijgangers en uiteindelijk na ruim een half uur in het ziekenhuis kwam met een hartstilstand. Ze hadden gedefibrilleerd, dat was niet gelukt. Hij kwam blauw-paars cyanotisch binnen, lichtstijve, beide pupillen, geen ademhaling, geen lichaamreflexie, dat is dus de cortex. Hersenstamreflectie van een vinger in de keel duwen. Dus de hersenstamreflex was uitgevallen, ademhalingscentrum vlak bij de hersenstam was uitgevallen, hersenschors was uitgevallen. En toen ze wilden beademen, wilden ze hem intuberen en toen bleek hij kunstgebloed in te hebben, dat hebben ze eruit gehaald. Het is na anderhalf uur gelukt, die man was 44, om alsnog het hart op gang te krijgen. Hij was nog wel een coma aan de maan, hij heeft een week nog in coma op de intensive care gelegen. Uiteindelijk kwam hij weer terug op de hartbewaking. Op de hartafdeling, en daar kwam een verpleegkundige binnen voor het uitdelen van medicijnen en zei, jij weet waar het kunstgebied is. Hij wist precies te vertellen waar dat op de crashcar was, onder een laadje onder was. En hij kon dus het kamertje beschrijven waar hij was gereanimeerd. Waar hij dus in coma inkwam en coma uitging. Je kon het uiterlijk beschrijven van de verpleegkundige en artsen die bezig waren geweest met zijn reanimatie. Dat is veel langer dan de eerste 30 seconden van hartstilstand. Dus door dit soort controleerbare waarnemingen weten we dat de bijna doodervaring niet de eerste 30 seconden, maar veel later is. Dus dat bewijst dat dat onderzoek van de ratten is interessant over hersenactiviteit. Het zegt niets over bewustzijn, ervaringen als dat hart stilstaat. Dus het is, maar het interessante is dat in dat artikel ook werd, de relatie werd gelegd met bijna doodervaring door deze mensen, terwijl ze alleen rattenonderzoek hadden gedaan. Dus het is door de journalisten opgepakt. Ja. Als zie je wel, er is een materialistische verklaring voor. En elke keer, er was ook weer een paar jaar geleden een artikel over CO2 in het bloed. Zei ze, want dat is de verklaring, maar dat was een correlatie, maar geen oorzaak. Correlation en causation zijn twee verschillende dingen. Heel veel mensen met hoog CO2 hadden geen bijna doodervaring en dat soort dingen. Dus het is, men grijpt altijd, met name journalisten, met beide handen aan als er weer een mogelijk materialistische verklaring is. Ja. Men zoekt wanhopig naar materialistische verklaringen. En dit is het onderzoek van de ratten was er weer een van. Maar dat slaat dus helemaal nergens op. We hebben een filmpje gemaakt van één van de getuigenissen in Pim van Lommel zijn boek, Eindeloos Bewustzijn. Na het kijken van dit filmpje zie je dat het niets heeft te maken met zuurstoftekort of dat de hersenen na de dood even opflakkeren. We gaan nu even kijken naar het filmpje. Toen ik 5 jaar oud was, kreeg ik een hersenontsteking, waardoor ik in coma raakte. Ik stierf en dreef in een veilige zwarte leegte waar ik me niet bang voelde en geen pijn had. Dit was de plek waar ik me thuis voelde. Ik zag een meisje van ongeveer 10 jaar oud. Ik voelde dat ze me herkende. We knuffelden en toen zei ze tegen me, ik ben je zus, ik ben een maand na mijn geboorte gestorven en ik ben haar grootmoeder genoemd. Onze ouders noemden me kortweg Grietje. Ze kuste me en ik voelde haar warmte en liefde. Je moet nu teruggaan, zei ze. Ik was in een flits terug in mijn lichaam. Ik opende mijn ogen en zag het blij geruststellende gezicht van mijn ouders. Ik vertelde hun over mijn ervaring die ze eerst afdeden als een droom. Ik tekende mijn engelenzus die me had begroet en beschreef alles wat ze me verteld had. Mijn ouders waren zo geschrokken dat ze in paniek raakten. Ze stonden op en verlieten de kamer. Na enige tijd keerden ze eindelijk terug. Bevestigde me dat ze een dochter hadden verloren, die Rietje heette. Ze stierf door een vergiftiging, ongeveer een jaar voordat ik geboren werd. Ze hadden besloten mij en mijn broer niet over haar te vertellen tot we in staat zouden zijn te begrijpen wat leven en dood inhielden.
Marisse heeft verschillende ontelbare bijna doodservaringen gehad. Dit kwam omdat ze een geboren hartafwijking heeft, waardoor ze vele malen in de kleurenwereld kwam. Ze vertelt hier meer over. Dag Maris, jij hebt een bijna doodervaring gehad. Vertel eens hoe het allemaal begon. De eerste bewuste keer dat ik een bijna doodervaring had, toen was ik 6 jaar. En ik ging met mijn ouders zwemmen en met mijn zusje. En we gingen een spelletje doen, mijn zusje en ik. En we gingen onderlangs onder water blijven. En als ik onder water was, dan voelde ik ineens een bons van mijn hart. En dan even niks meer, maar dan ging ik direct in een tunnel, in een lichtruimte. Ik ging mee, ik werd meegezogen in dat licht. En ik werd altijd maar dichter en dichter bij dat grote licht getrokken. En in dat licht zaten een soort schimmen, energieën die ik herkende, die ik echt herkende. En ik dacht van, eindelijk mag ik daar naartoe, eindelijk mag ik terug naar huis, eindelijk mag ik komen. En ik was zo blij, ik was echt opgewonden en heel blij en heel licht. En ik ging maar in die kleurentunnel, in die lichttunnel en ik ging maar mee en mee. En ik kwam dichter en dichter en dichter en dichter. Ik kon ze bijna voelen. Ik voelde ook die stralen van al die liefde die over mij kwam, die mij helemaal opvulde. En dan was het plots gedaan en werd ik uit het water getrokken door mijn vader, die natuurlijk had gezien dat ik te lang onder water bleef. En dat was mijn eerste ervaring. Marisse vertelde ons verder dat ze een geboren hartafwijking heeft, waardoor ze ontelbare, bijna doodservaringen kreeg. Ze kwam telkens in verschillende kleurenwerelden terecht. Dit duurde tot haar 31 jaar, toen ze een operatie kreeg aan haar hart. Dat was tijdens mijn hartoperatie, want op mijn 31 hebben ze dan uiteindelijk mijn nieuwe apparatuur gevonden, wat er mis was. En ik had eigenlijk een geleider te veel in mijn hart. En normaal krijg je een impuls in je hart en die geeft dan de prikkels door. Maar die prikkels die worden gefilterd. En dan krijg je jouw hartritme, jouw natuurlijke hartritme. Maar de mijne pakte een alternatieve route. En die prikkels werden niet gefilterd. En dan kreeg ik die enorme hartritmestoornissen. En als het heel ernstig was, dan kon je hart zo onefficiënt gaan samentrekken dat er geen bloedtoevoer meer was. En dan zou het fataal geweest zijn. Dus dan hebben ze die geleider doorgebrand. En daar, op dat moment dat ze dat gedaan hebben, heb ik 4 bijna doodervaringen na elkaar gekregen. Toen na de operatie stopte de bijna doodservaringen en kwam ze telkens niet meer in die kleurwerelden terecht. Maar haar kleurwerelden kon ze nadien wel terugvinden in haar schilderijen die ze zelf maakte. Ja, Maris, merk je op dat er nogal vrij veel mensen zijn die sceptisch blijven ten opzichte van de bijna doodervaring? Ja, inderdaad. Ik heb er eigenlijk heel mijn leven niks durven over vertellen. Als ik erover begon, keken mensen mij altijd zo aan van, wat zegt ze allemaal? Dus ik heb er gewoon altijd maar over gezwegen. Ik durfde gewoon niet meer. Dat was mijn geheim, dat was mijn ding. Welke opmerkingen heb je dan gekregen van, ze is zot en van die toestanden? Nee, de mensen begonnen gewoon over iets anders. Dadelijk over een ander onderwerp. Zo van, ze wouden het gewoon niet horen. Ja. Ze maakten het zelf niet mee. Nee. En wanneer heb je voor het eerst gehoord over, oké, dit is een bijna doodervaring, dit maak ik nu mee? Wel, toen ik het boek van Pim van Lommel had gelezen, dat was voor mij echt zo'n bevrijding, zo'n emotioneel moment ook. Want zolang ik heb dat boek gelezen, stonden constant tranen in mijn ogen van herkenning, van bevestiging, van alle dingen die ik heb meegemaakt, van oef, ik ben hier niet alleen mee, ik, dat hoeft niet, ik mag hier toch wel over praten. Hier, en dat was echt zo een belangrijk moment voor mij ook. Ja. Merk je dat er nu veel meer wordt over gepraat, over het onderwerp? Ik kom nu wel vaker mensen tegen waar ik er wel mee kan over praten, ja. Ja, en hulpverlening voor mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, bestaat dat tegenwoordig wel?
Ik weet het niet. Toen dat ik geopereerd werd en zo, ik kan er nergens mee weg. Wat dat je daar emotioneel mee doet, als die wereld wegvalt, wat dat je daar emotioneel mee doet, als ze aan je ergste angstbron gaan opereren, daar is niemand mee bezig. Dus je moet dat allemaal maar op je eentje verwerken. Ik hoop echt dat het nu meer op gang komt voor de mensen die het meemaken. Ja. Daarom sta je hier ook voor de camera vandaag. Ja, want het is een heel eenzame weg anders. Ja. Enorm eenzaam. Met je kunst probeer je dat ook duidelijk te maken voor de rest? Ja, ik ervaar nu inderdaad dat ik in die bewustzijnstoestand kan komen als ik schilder. En ik heb nu een manier ontdekt ook om het door te kunnen geven via schilderen. Door een Vedic Art, dat is een manier die ik in Zweden heb leren kennen. Ik heb daar ook opleiding gedaan. En dat is eigenlijk een manier om in 17 stappen altijd dichter en dichter bij jezelf te komen via creativiteit. En dat is iets dat voor alle mensen is weggelegd. Het is niet, je moet geen kunstenaar zijn om dat te doen. Het is echt iets dat iedereen in zich heeft en het is kunst en leven dat dan samensmelt op dat moment. En dat is heel mooi. En ik ben echt heel blij en ik ben blij dat ik het allemaal overleefd heb, dat ik eindelijk aan mensen ook die boodschap ten eerste kan doorgeven en ten tweede zelf ook kan laten voelen. Op die manier. Ja. Hoe belangrijk is Pim van Lommel eigenlijk geweest in je leven, Maris? Die is cruciaal geweest in mijn leven. En ik ben ongelooflijk, ongelooflijk dankbaar dat ik die boek in mijn handen heb gekregen. Want voor mij was het echt een pure bevestiging van alle dingen die ik heb meegemaakt en gevoeld. En om dat nu allemaal te lezen en dat ook nog eens wetenschappelijk bewezen te zien, dat het echt geen fantasie is of geen dingen zoals mensen vaak beweren van kijk, wat verzint ze allemaal, waar is ze mee bezig? Nee, dat was echt, ja, voor mij enorm, enorm belangrijk. En ook het feit van, ik had het al zo lang aangevoeld dat dat puur bewustzijn, dat dat helemaal niet in die hersenen zit, dat dat puur bewustzijn iets is, een kennis is die heel diep in onze kern zit. En dat is een bewustzijn dat verbonden is met dat universeel bewustzijn. En daar zit zo, en ook met dat collectief bewustzijn. En daar zit heel veel belangrijke kennis in. Maar onze hersenen die kunnen dat vaak niet dadelijk vertalen. En dat merk ik dan ook heel vaak in mijn schilderijen. Daarom moet ze soms even blijven staan. Ja. Totdat mijn hersenen het kunnen vertalen. Je bent zelf ook aan het schrijven, dacht ik? Ja, ik ben zelf ook een boek aan het schrijven, omdat ik het voor mezelf eindelijk wel eens tijd werd dat ik er ging over praten. En ook om mensen te ondersteunen die ook in dezelfde situatie zitten, omdat ik het zo belangrijk vond om die dingen te lezen van oef, ik ben niet alleen, ik ben niet alleen, ik ben niet alleen. TJ heeft een bijna doodservaring gehad tijdens een narcose. Het lichaam kreeg een allergische reactie op het in slaap brengen van zijn lichaam en zweefde tussen leven en dood. TJ vertelt daar meer over. Goedendag dames en heren. Vandaag is bij ons de gast TJ en die komt ons vertellen over zijn bijna doodservaring. Graag wil ik u daarbij een paar vragen stellen. Wanneer heeft u voor het eerst een bijna doodservaring gehad? Ik was 9 jaar. Tijdens het inbrengen van de narcose heb ik een allergische reactie gehad, waardoor ik een zeer ernstig zuurstoftekort gekregen heb. En daardoor is mijn hart stilgestaan, een hartstilstand dus. Ik bevond mij op een gegeven moment boven mijn lichaam en zag dus de dokters en de verplegers rondlopen. En plots bevond ik mij dus in een donkere tunnel. En dat was een zoemend geluid en... In het geluid, ja, ik voelde daar een volledige rust, dat ik daar mijn eigen voelde, volledig, ja, een heel rustgevend iets was daar. En via die tunnel werd ik naar een licht, fel wit licht aangetrokken. En toen ik daar aan het licht aankwam, dan was daar een onvoorwaardelijke liefde dat ik daar voelde. Dat heb ik daar ervaren. En het voelde zo'n beetje aan als dat je thuis ging komen. En een plaats waar ik blijkbaar al geweest was, dat gevoel had ik daar, je was al echt... Wie je kon zijn, je werd volledig aanvaard wie je was. En hetgeen wat van daar is, dat er een volledige, de licht was een volledig, ja, een allesomvattende kennis dat daar was. Dus alle, daar hadden dus echt alle antwoorden in principe.
En hetgeen dat ik daar echt van onthouden heb vandaar, is het doel van het leven is een ervarings- en een scheppen- en een ontwikkelingsproces dat je hierdoor moet maken. Dat is het doel van het leven hier zo. En ieder mens bevindt zich op een verschillend bewustzijnsniveau. En aangezien ons bewustzijn een scheppende kracht heeft, is het belangrijk om steeds positieve gedachten en gevoelens te hebben. Wij zijn allemaal verbonden aan elkaar, dus je kan niemand kwetsen of tekort doen zonder je eigen te kwetsen of iets tekort te doen. We zijn dus allemaal één. De intuïtie en telepathie is de taal van de ziel, dat je hier soms met mensen kunt contact maken. En de belangrijkste les die ik daar van onthouden heb, is dat je jezelf moet liefhebben en je naaste, dat is het allerbelangrijkste in het leven. Dus het heeft inderdaad al heel veel wat met u gedaan. Nu kijk ook op het leven veranderd. Ja, eigenlijk wel. Dus dan op een gegeven moment ben ik dan terug in mijn lichaam gekomen. En ik herinner me nog dat ik op dat moment nog aan het eilen was. En ik gaf met regelmatig nog bloed over. Dus ik zat nog volop in een overlevingsproces, zal ik zeggen. En van dat moment, als je dan teruggekomen ligt, het materiële is eigenlijk onbelangrijk. Omdat je er eigenlijk niks kunt van meenemen. En daarom, op dat moment ben ik dan op zoek gegaan om iets met die ervaring te doen. En daaruit is dus jaren later Monpatso ontstaan. De naam van Monpatso is een woord van het Esperanto en betekent in het Nederlands wereldvrede. Dus om de nationale gevoeligheden van de mensen niet te kwetsen, heb ik bewust gekozen voor een neutrale woord, dus voor een neutrale taal, een taal van niemand en van iedereen. Het doel is om vrede te stichten op een geweldloze manier tussen alle mensen, ongeacht hun huidskleur, taal, nationaliteit, godsdienst of andere uiterlijke verschillen. Dus, want de culturele eigenheid van iedere mens, met taal, godsdienst enzovoort, ligt niet vast van beide geboorten eigenlijk. Dus, tijdens ons leven leren we het aan en aanvaarden of verwerpen het. Want de cultuur dat wordt van mens tot mens doorgegeven door opvoeding en leerprocessen. Dus ze zitten dus vrij in wat je dan aanvaardt, ja of nee. Dus en eigenlijk mensen hebben geen keuze om te bepalen waar ze geboren zullen worden en welke uiterlijke kenmerken ze zullen hebben. En daarom ben ik eigenlijk tegen alle vormen van geweld en vind ik dat mensen niet uitgesloten mogen worden omdat ze anders zijn. Dus het onrecht en discriminatie is eigenlijk iets dat eigenlijk niet moet bestaan in deze wereld. En van Monpatso uit ben je dan met een onderzoek gestart met de medewerking van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat alle mensen tot één en dezelfde soort behoren, ongeacht de uiterlijke verschillen. Dus we zijn eigenlijk één grote familie, want onderhuid zijn alle mensen zonder uitzondering volgens hetzelfde plan en met dezelfde elementen gebouwd. En de meeste lichamelijke verschillen tussen bevolkingsgroepen die er dan nog zijn, zijn eigenlijk aanpassingen van klimaten, die ontstaan zijn naarmate de mens zich geleidelijk over de wereld verspreiden. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld als je veel melaninekorreltjes hebt in je huid, dan zit het donkerder van de huidskleur. Je kunt natuurlijk ook beïnvloeden met zonlicht en met zonnebank. Maar je kunt nooit niet donkerder worden als je je pigment, dan de aantal pigmentkorreltjes die je eigenlijk bezit. En net zoals bijvoorbeeld de Chinezen met spleetogen, die ontstaan door de vorming van de huidplooi boven en soms onder het oog. En dus eigenlijk op zich, het leven is eigenlijk zowel geestelijk als lichamelijk komen we tot de conclusie dat eigenlijk alle mensen één en hetzelfde zijn eigenlijk. Dat we eigenlijk meer moeten samenkomen bij alle mensen. Dat is hetgeen dat ik met mijn ervaring eigenlijk ondervonden heb aan een andere kant. En dat had ik eigenlijk een keer graag verteld gehad. Dat is heel prachtig. Een mooie boodschap ook. Ja, het is natuurlijk aan de mensen voor te zien wat ze ermee doen. Maar ik denk iedereen is regelmatig op zoektocht van wat is het leven eigenlijk, want naast eten en drinken is iedereen wel op zoek naar de zin van het leven. En ik denk wel dat de mensen die bij bijna doodervaringen, dat daar wel uitkomt, dat er inderdaad het bewustzijn, dat het volgens mij altijd eeuwigdurend gaat voorblijven bestaan, dat er eigenlijk dood, lichamelijk dood, ja, maar geestelijk dood, ik denk niet dat het bestaat. Ik heb het in ieder geval, ik heb het overleefd gehad en ik leef dan wel terug dat ik hier ben, maar ik heb inderdaad wel een bewustzijn gehad zonder dat mijn lichaam eigenlijk nog functioneerde op dat moment. Dus dat is zo een beetje. Hartelijk bedankt voor uw komst. Dood is geen dood. Tot slot wil ik afsluiten met de conclusie dat ons bewustzijn eindeloos is. Ik sluit dan ook af met de woorden van Pim van Lommel. Het wetenschappelijk aspect. Mm-hmm. Ja, het is dus dat onderzoek naar bijna doodgevaar wat we hebben gedaan met het laatste test is gepubliceerd. Komen eigenlijk dus tot de conclusie dat het bewustzijn niet het product kan zijn van de hersenen. Mm-hmm. En dat de dood dus niet dood is. Mm-hmm. Maar dat het bewustzijn dus altijd bestaat, ja, voor de geboorte
en na de dood blijven staan. Dat het lichaam dus het tijdelijk materiële aspect is. Dat de dood slechts het einde is van het fysieke aspect. Ja. En dat de dood dus een veranderde bewustzijnstoestand is. Ja. Maar niet het einde van de essentie van wie we zijn. Ja. Dat is eigenlijk even een belangrijke boodschap. Dat is ongelooflijk nieuws, hè? Het is zo oud als de mens. Ja, want dat is de ziel. Het is te oud voor de mensen. De mensen noemen het ziel, of hoe je het maar wil noemen. Maar het is zo oud als de mensen dat inzicht. En dat wordt nu, deze oude kennis en inzicht wordt opnieuw ter discussie gesteld door de bijna dood. Ja, prachtig, hè? Dat is dus eigenlijk heel mooi. Het boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn, is overal te verkrijgen. In elke winkel, en enkele online winkel. Ik hoop bij deze dat u door deze reportage een klein beetje steun zou gevonden hebben dat er toch iets meer is na de dood. Ik dank u voor het kijken naar deze reportage en wie weet tot de volgende reportage. Hartelijk dank voor iedereen.